No! We live here! It's breaking! No! Goedemorgen, Galit. Op de fiets zelfs, wat Nederlands. Let's go. Kom. Waar gaan we heen? Blackburn. Spannend. Ja. Galit, waar gaan we eigenlijk naartoe? Wij gaan eigenlijk naar de blikken die wij moeten daarheen. Nieuw kraakpand. Je kan zeggen het, maar ook nog niet verklaard. Officieel. Oh, dat gaat zo gebeuren, officieel moment. Ja, dat gaat zo gebeuren. Oh, spannend. Ja, spannend, ja. Echt spannend, maar ik hoop ook, alles komt goed. Gisteren hebben jullie ook een poging gedaan om een ander pand te kraken, maar dat is mislukt. Ja, maar het lukt niet, ja. Maar je moet altijd blijven. Je kunt er wel om lachen? Ja, want ja, ik heb mijn best gedaan, maar het lukt niet. Dat is... Maar altijd blijven proberen? Altijd. Er is ook wat gaande. Kijk dus, met die deur gedoe. Hey, come on! We live here, come on! Hey! No! We live here! It's breaking! No! Hey, I'm not doing anything, but this is breaking! I'm not doing anything! You're pushing it outside. We live here! People live here, people have companies here! How much you pay here? How can you live here? What is your job? I'm not doing anything! Excuse me. This is breaking! What is your job? How much you pay here? I'm not paying you! How can you pay here? Oh! You have to sleep here, get out! How much you pay here? I'm not pushing. Wij wonen hier, ze hebben vanmorgen ingebroken. We hebben aangegeven, wij wonen hier met meerdere mensen. Er zijn hier bedrijven. Zij zeggen het is groot genoeg, we delen het wel. En zoals je ziet, deze meneer is agressief. Politie is onderweg. Ja. Galit, dit is niet de bedoeling, lijkt me. Nee. Hier zijn mensen, hier kun je niet kraken. Dat was niet de bedoeling. Dat was niet de plan. Maar ik vraag ook de overheid. Zoals deze gebouw ligt voor... Ja, maar jongens, je kunt toch niet zomaar naar binnen? Hier zitten mensen, dat zie je. En beuken op die deur. Die man die doet er alles aan om jullie er niet in te laten. Het is gewoon asociaal, man. Je hebt gelijk. Ik heb niks gedaan tot nu. Maar haal die jongens hier uit het pand dan. Ga er dan uit. Niemand nu binnen is. Maar kijk maar, dit gebouw. Kijk. Ja, ik zie het gebouw. Ja. Wij zijn ook mensen, toch? Ja, maar hier zitten al mensen. Is genoeg van 2000 mensen. Kijk naar hem. Hij belt de politie nu omdat jullie breken bij hem in, joh. Dat is toch geen gratis inbreken, man? Dat is goed, we gaan praten met de politie, we gaan praten met de politiek ook. Maar jullie moeten vertrekken hier? Ja, we moeten vertrekken. Dus jullie gaan hier ook weer weg? Inderdaad. Want wat vond je van wat er dan net gebeurt? Dat jongens van jouw groep hier tegen die deur aan slaan, die jongen uit de deur willen trekken? Ik vraag de overheid, zij moeten een oplossing vinden. Ja, maar jullie moeten je doodschamen, man. Dat gaat niet over. Het gaat over de oplossing. Man, je trekt hier iemand uit zijn eigen huis. Ik heb niet meer getrekt. Nee. Die jongens van jou, die jongens van We Are Here. Dit zijn niet mijn jongens. Ze zijn nog bezig. Ze zijn nog bezig met kraken. Aan de andere kant. Guys, hey! Cameraploeg ook, ruim! Huisvrede, ruim! Two people sleeping here. Corruption in Nederland. Corruption. Nee, draai. Buiten praten. Nee, wil niet praten alleen. Maakt niet uit. Iedereen naar buiten, dan praten we. Nee. Please, guys, you know, just is what we need to mention precisely here. Check out the building. He can take 1,000 people. But only for we are here, they have to serve in the street. Every building is being occupied by the anti-squad. Right. So these things are happening like that. Yeah. It's not your problem. Kraak is verboden. Wait, it's not your problem. Sorry, it's not your problem. Wait. Ga eruit. Nee, zij eruit, dan gaan we. Niks ervan. I will talk to you later. Nee, meekomen. Guys, help even mee. Wij wonen hier. Dit noemen we ook bij jullie huis. Camera's ook naar buiten. So this is... Kom op. This is heel interessant allemaal. Alsjeblieft, doe dit buiten. Wij wonen hier met meerdere mensen. Alsjeblieft. This is now what you see now. Alsjeblieft, doe niet hier aan mee. System C. Ik vraag het heel vriendelijk, jullie mogen filmen. Galit, ga je mee naar buiten? Okay. Jongens, ook. Ga je mee naar buiten? Yes. Dankjewel. Dank je wel. Respect. Hey, je was aan het slapen, je werd wakker gemaakt, hoe ging het? Ja. Je sliep en toen werd je wakker van het kabaal. Mijn huisgenoot die begon te roepen, er zijn allemaal mensen in het pand, krakers. Ze stonden al binnen? Ja, ze zijn door het hele pand al gegaan. Ze hebben alles al bekeken, dus een deel stond nog buiten en die wilde naar binnen toe komen. Ja, want Galit, de leider van Weer, je zegt, ja, er wonen maar ongeveer 4 mensen, daar kunnen wij zat bij. Het is heel simpel, woont er maar 1 iemand of er zit er maar 1 iemand in gebruik. Het is bewoond. Ja, je hebt net met de politie gesproken, wat zeiden ze? Ja, ze gaan zo honden door het pand sturen om te kijken of er nog iemand zit. En ze zijn aan het kijken van wie was er agressief, wie heeft er wat gesloopt.
zodat ze ze kunnen gaan oppakken. Ja, wat ik niet begrijp, die jongens stonden hier de hele tijd tegenover het pand. Waarom is er niemand meegenomen? Dit was gewoon een inbraak. Dat is exact wat ik heb gevraagd. Maar ze gaan het nog uitzoeken en ze zijn benieuwd naar het signalement. Ik heb hier net het bloed weggeveegd, want ze werden een beetje agressief. Het is niet zoveel, maar het is bloed. Maar ze zeggen, ja, we hebben het signalement nodig. Ik denk, is toch idioot als ze tegenover het pand staan, de woordvoerder loopt ernaast en je neemt niemand mee. Het is bizar. Maar er is maar één ding waar die krakers hier blijer mee zijn in Amsterdam dan met het linkse college. En dat is met de VVD-burgemeester.